Uitzonderlijk is deze schatkamer geen voorbereiding op de volgende zondagsviering. Nee, volgende zaterdag is het Kerstmis, kerstdag. En het is op die feestelijkheden dat we ons willen voorbereiden. En opnieuw luisteren we naar het Evangelievers: Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Natuurlijk komt dat gezang dat in elke zondagsliturgie met een feestelijk karakter weer klinkt, uit het prachtige verhaal van de geboorte van Jezus, zoals het verteld is in het Lucas-evangelie. Kijk eens naar het Schitterende schilderijtje van Maarten de Vos, waarin dat geboortetafereel uh, wordt uitgebeeld. Je ziet hoe uh, in het stalletje de heilige familie, die volgende zondag wordt gevierd, die heilige familie verzameld is. Maar je ziet op datzelfde schilderij wat in de achtergrond... Hoe de herders door de engelen worden aangesproken en op weg worden gezet naar dat fantastische tafereel, naar de realisatie van het grote geschenk God redt. Denk aan de eerste zondag van de Advent. Nu, in die eerste hoofdstukken van het Lucas-evangelie gebeurt het uh, vaker dat een engel of engelen mensen aanspreken. En telkens antwoorden. Die mensen met een gezang. Zacharias bijvoorbeeld, die uh, eens hij door heeft uh, in welke ongelooflijke positie hij uh, gekomen is, die zijn uh, Benedictus uitspreekt. Of Maria zelf en haar Magnificat dat ze uitzingt. En wat later, Simeon. Um, vier dat op 2 februarias Jezus 40 dagen oud is die een heel korte maar geladen lofzang zingt. Dat is een patroon. Je ontmoet God. Je krijgt een boodschap, een blijde boodschap aan de evangelie en je antwoordt met een jubelzang. En alle drie, Zacharias, Maria en Simeon, doen dat met een heel grote bijbelse kennis. Met terminologie die in het Oude Testament naar boven is geborreld. Dat vraagt dus wel wat achtergrond om dat te kunnen. En die achtergrond, die hebben de herders niet. Een herder is zo wat het meest eenvoudige uh, uh, beroep dat je kan hebben. Wat ruwe... Um, ...weggestoten mensen zijn de herders. En nogthans zijn zij de allereerste... ...die naar de realisatie van de Godmens mogen gaan kijken. En ze worden op weg gezet door de engelen... ...die hen ook het lied meegeven. Ze moeten het niet zelf vinden, dat lied. Nee, de engelen zeggen... Uh, het lied voor, zingen het lied voor. Gloria in excelsis dei zingen ze. Zodanig dat die herders weten op welke manier zij kunnen antwoorden op het fantastische geschenk van kerstmis. Het is daarom dat wij dat lied in elke feestelijke zondagse Eucharistie laten klinken. Het is daarom ook dat we in de 40-dagen-tijd en in de Advent waar we nu nog in zitten dat we dat lied niet zingen. Nee, dit is een voorbereidingstijd. Maar op het moment dat we op weg gezet worden om de genade van God te gaan herkennen en vieren dan hebben we dat lied nodig. Dat lied dat de engelen ons meegegeven hebben, dat we niet zelf moeten uitzoeken. Gloria in excelsis deo, eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft. Het is een beweging van de mens naar God, een lovende, prijzende beweging en het effect daarvan op de aarde. Vrede tussen mensen, volheid en vervulling. Kerstmis is een moment van dankbaar feesten. Waarom? Omdat God elke mens, ieder van ons, uitnodigt om te komen vaststellen hoe dichtbij Hij wil is. Een moment om dankbaar te zijn om de vrede die Hij onder ons wil brengen. Een moment om in die dankbaarheid. Hem uitbundig te loven en te prijzen. Gloria.